en ik zijn in de Monkey. We zagen echt zo'n leuk broek voor nieuwjaar. Dus ik heb hem nu aan. En hij freaking love it. Hij is zeg maar zo. En hij valt dan zo. En ik vind hem zo cool. Hij is high waist. En dan niet met deze top natuurlijk. Zullen we nog even een topje zoeken? I love it. Dus ik denk dat ik dit misschien als nieuwjaars outfit ga doen. Een keer geen jurkje. Kijk, tasje erbij. Kijk, Eve heeft hem ook aan. Yee, we're twinning. Het is echt super lekker weer. Maar het gaat goed verder. Kijk eens. We zoeken dus een top voor op de broek. Alleen de achterkant. Mm. Ook nog deze top. Die is dan zo, maar ik vind dit zo heftig. En dan nog maar. Ik ook. Heel laag. Ops. Ops. Oeh. Beautiful. Heel echt impressive wel. Liefie. Hi, liefie. Oh, hi, Raila. Nou, jongens, niet Raila. Gaat het wel? Ik heb nu een kielsnoepje. En ik voel me echt helemaal niet lekker. Dus dit was echt waarschijnlijk nul materiaal. I'm so sorry. Maar ik voel me echt niet lekker. Het is 8 uur. Ik ga nu gewoon in bed liggen. Want... snelle outfit of the day. Ik had echt geen zin vandaag. Dus ik heb lekker een sweater aan. En deze dikke jas. En dit. Oké, time to shoot. Ik heb een campagne met Sushi Daily. Oh my god, look at all of this. What? Het is Christmas theme, dus ik heb wat dingetjes gekocht. Light! En vanavond komt Jasna gezellig en dan gaan we het lekker opeten. Yummy! Zo doen we dat, jongens. Nee! Oh my god, heel. Yes, it's all a game of patience. She said, well, if I die. Het regent, zo sad. Goedemorgen lieve mensen. Het is vandaag dinsdag en ik heb mijn nieuwe pet op. Vandaag ga ik heel de dag naar school werken. Ik ben even langs de stad, want ik wil graag een planner kopen. Ik zet eigenlijk altijd alles in mijn mobiel en ik heb zoveel chaos in mijn hoofd. Dus ik ga een planner kopen, echt zo'n maandplanner, dat ik het helemaal kan zien. Dus dat ga ik doen. Voor de mensen die willen weten waar deze cap pet van is. Deze is van de Subdude. En hij was 20 euro. Let's go. Oh, ik heb hier trouwens echt een pukkel. Niet te doen. God, het is echt koud. Maar zo lekker weer. Gewoon lekker zonnetje. Eindelijk geen regen meer. Echt, ik kan gewoon niet met regen. Kijk die zon. Oh my god. Amazing. Nou, ik kom net van Haru Haru. Kijk wat ik heb gekregen. Hoe cute. Voor Sinterklaas en kerst. Ik ga het straks als ik thuis ben, ga ik dit openen. Echt zo lief, thank you. Nou guys, oh my god. Cheers. Wil je ook nog zien hoe het is? Surprise, zo awkward. Nou, happy birthday. Happy birthday. We got some mojitos. Ik wil nog wat vertellen over mijn morning pages die ik schrijf. En ik wil eigenlijk in het kort eventjes uitleggen wat ik dan precies schrijf. Dus wat ik doe. Het eerste wat ik dan schrijf is hoe voel ik me. Dan beantwoord ik zeg maar heel die vraag op één bladzijde. Het tweede wat ik doe is wat heb ik gisteren gedaan, hoe voelde ik me gisteren. En dan de derde bladzijde schrijf ik wat mijn doelen van vandaag zijn en waar ik dankbaar voor ben. En dan sla ik nog de bladzijde om, zodat ik weer helemaal fresh de volgende ochtend begin met een nieuwe bladzijde. En guys, ik heb altijd als ik zeg maar 's ochtends wakker word, dat heel mijn brains gewoon helemaal vol zijn. En dat ik gewoon echt even alles eruit moet schrijven. Echt, het heeft echt mijn life gechanged. Dus alsjeblieft,
doe er wat mee of doe er niks mee, maar echt, it's really good. Ik wil eventjes mijn nieuwe ding laten zien die ik gisteren heb gekocht. Ik heb dit hele schattige velvet boekje gekocht en dan ga ik zeg maar allemaal dingen inschrijven voor video ideeën, dat soort dingen die ik altijd bij heb. En ik heb ook deze gisteren bij de HEMA gekocht. Dan kan ik heel de week opschrijven, dan heb ik echt een goed overzicht, want in mijn mobiel zie ik het echt een paar dagen van tevoren en ben ik het alweer vergeten. Dus nee, dat is niet handig. En hier kan je ook nog to-do list schrijven en notes. En deze was 4 euro volgens mij. En kijk, deze past er echt bij. Deze was 1,50 of zo, of 2 euro. En ik vind het zo leuk dat er stars op staan. Even mijn outfit of the day laten zien. Deze trui is van Josie. Hij past zo mooi in mijn outfit. En die heeft ze van Lovies. Deze jas is van de Zara. En dit tasje is van de H&M. En wat kijken. Deze broek is van Monkey en schoenen zijn Zara. Mama komt zo en dan gaan we Christmas shopping doen, dus yay. Oh nee, shit, ik heb niet over nagedacht. Zoveel print. Nee, oké, geen sjaal. Fuck de sjaal. Gisteren was ik dus, zoals jullie zagen, bij Haru Haru gewoon een hele gift bag gegeven. Kijk hoe cute. K-beauty addict. Yes. It's so cute. I'm so happy. Jullie moeten echt, als je een keer in Rotterdam bent, allemaal naar Haru Haru Beauty gaan. Want ik ben zo, zo, zo tevreden over hun skincare producten. Oh, een noot. Look. Hi Juan, het is weer tijd van het jaar om mezelf lekker te verwennen. Oh, een giftcard. No. Oh mijn god, gewoon zo lief. Chocolate. Lekker. Wat is dit? All in one. Mask. Mask. Nice. Nog een mask. Nog een mask. Oh, thank you so much. Echt zo lief. Ik zal even het linkje trouwens in de beschrijving zetten van hun website. Ik heb dit in het groot. Beauty water. It's amazing. 10 step Korean skincare. Als jullie wat meer info willen hebben over Korean skincare, laat even hieronder weten. En dan ga ik er een apart video over maken. Yummy. Bon appétit. Look at this. Christmas on a plate. Als je mijn vorige week vlog hebt gezien, zat ik hier ook. En ik had precies dit op mijn hoofd. Ik heb net, zoals je kan zien, mijn make-up eraf gehaald. En ik ga weer een nieuw masker proberen. En deze is ook van Haru Haru Beauty. Dus het is Korean. En dit is de Bio Z-Up Sheet Mask. Dit masker voedt de huid intensief, verbetert de elasticiteit en versterkt de contouren van het gezicht. Ik ben heel erg benieuwd ook naar de geur. Oeh. Even kijken. Gaan we weer de struggle. Oh, deze is wat harder dan de vorige. Koud. Ik moet echt even kijken wat ik doe. Dit gaan we een tijdje opdoen. Ik heb trouwens een nieuw nummer ontdekt. Hij heet Mi Amor. Mama die heeft voor mij een winterjas alvast voor kerst gekocht. Ik vond hem zo mooi. En ik heb een winterjas voor haar voor kerst gekocht. Dus we weten al één cadeau. Maar we konden het echt niet laten. Ik zal hem morgen aandoen, dan zien jullie het beter. Morgen ga ik shooten met Joes. Dus oh my god, mom. Thank you so much. Dat was even de pre-Christmas haul. Woehoe. Wow. Look. Ik ga pannenkoeken maken. Mama had beslag voor mij gemaakt. Echt super lief. Dus ik ga nu lekker pannenkoeken eten als breakfast. Crêpe au Nutella. Echt. Ik heb hier zoveel zin in. Hi, good morning. Vandaag is het donderdag. Mijn nieuwe winterjas aan. I'm so happy. Ik vind de kleur echt zo, zo, zo mooi. Ik heb mijn tas net ingepakt en ik ga nu
naar Josie. Of nou ja, we gaan meet in de stad, want we gaan shooten. En ik heb echt even deze tas mee die ik gisteren heb gekocht. Echt alles zit erin. Mijn laptop, mijn camera, eten. Oh my god. En matched mijn outfit. Zien jullie dat eventjes? Het enige ding is dat ik nu best wel te laat ben. Dus go, 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 go. Okay. Lekker op het terrasje. Ja hoor, lekker. Oh, dat is altijd. Kijk wie hij is. It's me. We're united. Oh my god, I miss you so much. We zijn nu hier. Ik ben hier nog nooit geweest. Ik ben echt heel erg benieuwd. Kijk hoeveel ze hebben. Very benieuwd. Toetjes. Toetjes. Oh. Oh. Surprise effect. Ta-da-da-da. Ta-da. Oh my god. Happy birthday. Kapot veel. Nou, we hebben onze vino's. Even een flesje hoor, kom maar. Dus. Look at this. Ik hoop echt dat het lekker is. Look. Het ruikt in ieder geval super lekker. Op donderdagavond. Leuk dit. Vloggen. Vlogmus, hè? Maar ik denk ook wel als mensen dit zien, dat ze echt denken van... Oh, wat de fuck, hè? Kijk ons. Filmen. Maar het valt echt wel mee. Het valt wel mee. Ik heel even aan je schuim bestellen, jongens. Oh, ik ging net die... Maar ik kwam niet. Oké, like even voor het scherp stellen. Het was moeite. Oh. Wat eet jij? Banaan. Een banaan? Ik denk dat mensen echt denken... Dat wij zo zijn door de alcohol inname, maar dat is niet zo. Wij zijn altijd zo. Tilla. Dat is zo vermoeiend. Maar je moet ons niet dronken zien, denk ik. Want dan, het is donderdag. Morgen werken. We hebben dat zo vaak. Mini Q&A voor jullie om te doen in de comments. Oh my god, leuk. Hoe oud ben je? Waar kom je vandaan? En hoe lang volg je Romana al? En ken je ME? En abonneer gelijk even op haar. En wat is je favoriete cocktail? Ach, als je achter de bus bent alleen. Alleen als je achter de bus bent. Mijn is Sex on the Beach, altijd. Mijn mojito strawberry. Klasse. We gaan maar mee praten even verder. En we wachten even tot ze weggaat. Ik ga natuurlijk niet echt zeggen jullie zeggen, maar ik ga wel tegen Romana zeggen. Oh, I love you. Ik ben echt super blij dat ik je weer zie. Ik heb je super erg gemist. Het is echt zo dom, maar het is echt zo'n leeg in mijn hart als ik je niet zie of zo. Want je kent mij. Ik ben heel slecht in WhatsApp. Ik reageer nooit. Ik ben fucking irritant eigenlijk. Maar dus daardoor spreek ik je niet. En ik mis je heel erg. Maar ik ben heel blij dat ik jullie weer zie. En we zien elkaar snel weer. Niet dat we nu al weggaan. Niet, maar hierna zien we elkaar hoop ik heel snel weer en wordt het waker. Oké, tijd om op te ruimen. Mee en ik hebben echt een beetje te veel drankjes gedronken. Wat ik niet begrijp, want normaal... We wilden gewoon een cocktail en we bleven eigenlijk zo lang. Ja, nog dit. Ik dacht echt, oh my god. Maar echt, dat was zo gezellig. Ik had er zo gemist. Ik ga nu lekker... opruimen en zo. Trouwens, de ramennoedels waren zo lekker. Ik heb nu eindelijk de beste plek om ramennoedels te eten. Want ik heb er echt al 6 of zo geprobeerd. En elke keer
vond ik het niet lekker. Zeg maar, de andere keren waren wel lekker, maar niet top. Dus Sapporo heet het. En het zit bij Stadhuis daar. En ik ben gewoon verbaasd dat ik niks voel. Zo, ik voel me niet misselijk. Ik voelde me heel even in de ochtend toen ik opstond misselijk. Maar verder niks. Dus ik ga lekker opruimen. En schoonmaken, zodat mijn huis helemaal fresh en clean is. Lekker. Mijn usual breakfast. So good. Oh mijn god. Het is het zijn biologische rijstwafels met pindakaas, pijnzaad en pompoenpitjes. En oh, het is zo lekker en het vult heel erg. Dus dat is echt goed. En ondertussen ben ik deze weekvlog aan het editen. Look at it. Het is een moonstone. Hi. I'm with my best friend. Yummy. Wil je dit? Ja, hier. Ah, ik ga. Nou, zijn ze hoor. Yummy. Ik ben echt benieuwd wat je ervan vindt. Goed. Bon appétit. Bon appétit. Ik zag dit voor op mijn broek. Voor nieuwjaar. Nou ja, Marine zag het. Dat is pretty. Ja, dat is echt pretty. Maar dit is dus een M. En er is ook alleen nog maar L, dus dat pas ik niet. Dus ik weet niet wat ik moet doen. Ik denk dat dit te groot is. Ja, ik denk het wel, hè. Het kan passen. Oh, ik ben zo sad. Same. Deze is echt beautiful. Kijk hoe cute. We zijn nu op het naked event. Look at us. Zo cozy. Ik heb mijn muziek hier opzetten. Daar komt hij hoor. Gelijk zo. Ik In plaats van dat ik gewoon naar huis ga, ga ik spontaan met Marine mee rijden. En ga ik naar mama, want we wonen heel dicht bij elkaar. Dus we zijn onderweg naar Brabant. She said, baby, I'm afraid to fall in love.